Het was met een jeugdteam toen ik bij VV Riel speelde, nog toen ik heel jong was. Toen was het ook nog een stuk minder normaal dat meiden echt voetbalden. Dus toen speelde ik met mijn zus tussen een hoop jongens. Deze foto is na het EK ook best wel groot geworden. Daar hebben veel mensen naar gekeken. Omdat ik natuurlijk in verhouding met de jongens ook zo klein ben. Ik denk wel, als ik heel eerlijk ben, dat ik rond die leeftijd nooit echt doorhad dat ik dit kon bereiken. Omdat het ook niet zo voor de hand liggend was dat dit kon. Ik denk dat wat we met de laatste jaren hebben gedaan, dat je vooral heel veel jonge meiden hebt die naar wedstrijden kijken en denken, dit kan ik later ook doen. Ik denk dat het belangrijkste is voor ons. Natuurlijk willen we zo graag mogelijk weer meer prijzen pakken. Maar ik denk dat het voor mij het belangrijkste is dat het een stabiele droom wordt voor meiden om te kunnen gaan voetballen en daar uiteindelijk grote toernooien mee te spelen. Dat is wat we hebben neergezet en dat zou ik graag willen doorbouwen.